Dag Hans, ook deze week is onze video helemaal gewijd aan de actualiteit. We kunnen er niet omheen, het conflict tussen Rusland en Oekraïne dat voortduurt. Jullie hebben met het team een aantal scenario's berekend over wat de macro-economische impact van dat conflict zou kunnen zijn. Ik stel voor dat we die vandaag eens overlopen, die scenario's. Jullie evalueren van dag tot dag eigenlijk hoe de situatie evolueert. Hoe doen jullie dat en hoe kijken jullie vandaag naar het conflict? Ja, in de eerste plaats nog altijd met veel bezorgdheid en medeleven. Dat blijft voorop staan. Ja, en daarnaast is het inderdaad zo dat we nog elke dag samen zitten in comitévorm met de collega's om te bespreken welke richting het uit zou kunnen gaan. Nog altijd onder de duidelijke bemerking dat er enorm veel onzekerheid is. Maar desondanks denken we dat er uiteindelijk wel een akkoord uit de bus zal komen, niet onmiddellijk. Maar wel in de niet zo verre toekomst. En dat akkoord zou dan erin kunnen bestaan dat er een oplossing wordt gevonden rond de Donbass, de Krim, de NATO-neutraliteit van Oekraïne. Misschien een aantal afspraken rond militarisering of demilitarisering. Maar dat zijn maar slechts ruwe krijtlijnen. En dat beschouwen jullie eigenlijk als het basisscenario? Ja, dat is het basisscenario waar we vandaag het meeste geloof aan hechten. Maar ja, onzekerheid hier blijft troef. De toestand die blijft echt heel onzeker. We hebben ook niet altijd zicht op wat er precies gebeurt. Jullie hebben dat wat verder bestudeerd en er zijn ook drie alternatieve scenario's uitgewerkt, Hans. Ja, dat klopt. En je zegt het goed, hè. Alternatieve scenario's, niet zozeer risicoscenario's. Omdat je, als je zegt risico, dan geef je nog altijd de indruk dat je een zekere probabiliteit op kan kleven. Dat kunnen we voor alle duidelijkheid niet. Maar een eerste mogelijkheid zou zijn dat het conflict veel verder nog escaleert, zonder uitzicht op een overeenkomst. Wat allicht nog extra onzekerheid met zich meebrengt, hogere energieprijzen, ook meer sancties. En dat zou ons allicht in Europa duwen in de richting van een recessie. Tweede mogelijkheid is dat er eigenlijk een bevroren conflict ontstaat. En niet onmiddellijk een oplossing, een soort van padstelling, gridlock, zoals ze in het Engels zeggen. Veel onzekerheid ook. Technische recessie is dan zeker mogelijk, maar ja, de impact is dan milder dan in het eerste scenario. En dan een meer hoopvol scenario zou kunnen zijn dat er op heel korte termijn een overeenkomst wordt gesloten. Dat is niet het basisscenario, maar dat zou dan betekenen dat er misschien ook een paar sancties kunnen verlicht worden. En dus goed, we bekijken het nog altijd van dag tot dag. Laten we dan eens terugkeren tot wat jullie vandaag als basisscenario beschouwen. Een akkoord op eerder middellange termijn. Wat zou de macro-economische impact daarvan zijn? Ja, het is duidelijk dat de impact neerwaarts is wat betreft de groei. Dus ik heb nu het groeicijfer voor 2022 teruggebracht van 3,7% in 2022 tot 2,2% voor Europa vandaag de dag. Daar is onzekerheid rond. Het inflatiecijfer heb ik hoger gebracht tot zo'n 5,5% voor 2022 in zijn geheel. En dan in 2023 zouden inflatiecijfers dan in Europa terug aansluiting moeten kunnen vinden met de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Ja, een lagere groei, een nog hogere inflatie, dat maakt het werk van de centrale banken er niet makkelijker op. Nee, dat is zo. En ze zaten al duidelijk op de weg van een verstrekking van het monetaire beleid. En dat blijft ook zo, hè. Dus het is hier heel duidelijk. Ik zou hier kunnen verwijzen naar de beslissing van de Europese Centrale Bank vorige week. Dus wat zij hebben gedaan, zij hebben het terugbrengen van het obligatieaankoopprogramma hebben ze versneld. Dus eigenlijk naar voren getrokken, wat hen toelaat om al in september een eerste renteverhoging door te voeren. Of het september is of december, laat ik nu voorlopig in het midden. Maar het punt is dat ze verder gaan om uiteindelijk die risico's met betrekking tot inflatie in de gaten te houden. Ze blijven daar waakzaam over. En dan de Fed komt natuurlijk deze week samen en zal een eerste renteverhoging doorvoeren van 25 basispunten. En dat is ook maar de eerste van nog meerdere renteverhogingen die eraan komen. Dus er zullen allicht nog 6 extra renteverhogingen dit jaar aankomen met nog een aantal volgend jaar in 2023 ook. Dus ja, verstrekking van het monetair beleid om toch die lange termijn inflatieverwachtingen onder controle te houden. Ja, Hans, dan moeten we het uiteraard ook nog even over de financiële markten hebben, die zeer volatiel blijven reageren op elke stap in dit conflict. Je hebt in de vorige video al uitgelegd dat jullie de investeringsstrategie bij de Groof-Peterkam een aantal keer hebben bijgestuurd. Hoe zit dat eigenlijk vandaag? Ja, dat klopt, hè. Dus misschien nog even kort herhalen. Op 22 februari hebben we het gewicht van Europese aandelen een beetje verlaagd. Op 3 maart hebben we dan iets meer het accent gelegd op Amerikaanse aandelen, ook op kwaliteitsaandelen. Dat wil zeggen
zeg maar, gevestigde waarden over verschillende sectoren heen, maar aandelen die echt hun verdiensten al hebben gehad in het verleden. En dan is het zo dat we op 10 maart, dus vorige week donderdag, een paar gelijkaardige stapjes hebben genomen. Dat maakt dat nu het accent iets meer ligt op Amerikaanse aandelen in de portefeuilles, ook iets meer op kwaliteitsaandelen. Maar dat is toch iets wat moet genuanceerd worden ook, dat is relatief. En het is zeker ook zo dat we geïnteresseerd blijven in cyclische aandelen vandaag de dag. En ook zeker Europese aandelen gezien de huidige waardering. Dus de conclusie is dan dat we aandelen nog altijd beschouwen, ondanks het korte termijn voorzichtigheidsprincipe, dat we aandelen nog altijd beschouwen als de activa klasse die het meest geprefereerd is op lange termijn in een voor de rest zeer breed gediversifieerde portefeuille. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting en tot binnenkort.